De Nieuwslits, goedenavond. Een politieke nederlaag voor Nederland als voorzitter van de Europese gemeenschap. Na forse kritiek op het plan voor een Europese politieke unie heeft minister Van den Broek vanavond in Brussel aangekondigd dat Nederland dit voorstel intrekt. Een ander plan van Luxemburg zal nu verder worden uitgewerkt. Voor de tweede keer in een maand heeft Sovjet-president Gorbatsjov gezegd dat hij zal aftreden als de nieuwe Unie niet van de grond komt en het land uit elkaar valt. Dit meldt het persbureau TASS. Volgens Gorbatsjov zal hij onmiddellijk zijn functie neerleggen als zijn plannen voor zo'n Unie niet worden geaccepteerd. Het politieke overleg in de door onrust geteisterde Afrikaanse staat Zaïre heeft resultaat opgeleverd. De leider van de oppositie, Tshisekedi, wordt de nieuwe premier van een crisiskabinet. Het is nog niet duidelijk hoe hij de macht zal delen met de autoritaire president Mobutu. Dit was de Nieuwsflits. Het late nieuws is om 11:57. Graag tot dan. Richard Dreyfuss speelt de hoofdrol in het aangrijpende drama Whose Life Is It Anyway? Straks bij RTL 4. Hallo, met Huub. Hallo, schat. Met mij. Ik vind het heel vervelend, maar ik moet overwerken. Dus het kan wel eens heel laat worden. Neem jij zelf even wat? Ben je nou toch ineens stil, Huub? Je bent toch niet boos? Is er wat? Tja, de milde, nootachtige smaak van Leerdammer. De lekkerste kaas tussen de gaten. Spektakelweken bij Blokker. Kijk nu in de tweede spektakelkrant voor de halve prijzen top 10 en nieuwe spectaculaire aanbiedingen. Blokker, vertrouwd en voordelig. Oh, wat heeft hij weer een haast hierboven? En ik hier beneden alles maar in het rechte spoor houden. Een andere boot was allang dwars gaan liggen. Nou ja, je moet dat tegen kunnen. Je maakt wat mee als vredesteenband. Oh nee, hè? Jägermeister? Alleen als die ijs een ijskoud is. Een ijskoude Jägermeister smaakt altijd. De Philips Friteuse. Zo bak je knapperige balletjes nog krokanter. Morgen om 9:45 kunt u uw geheugen nog even opfrissen rond de verwikkelingen van een krant en haar redacteuren in... De dageraad moet verdwijnen. Dat zou ik niet doen, Maya. Oh nee, waarom niet? Omdat ik je dan kapot maak. Daarom, Maya. En aansluitend om 9:55 start RTL 4 met een nieuwe reeks afleveringen van deze dramaserie. Nieuwe ontwikkelingen in de dageraad. Morgenavond om 9:45 bij RTL 4. Als je een rockband klein wil krijgen, luister dan eens naar een Sony Mini Hi-Fi set. Dames en heren, roken tijdens de vergadering. Mag dat van de voorzitter? En van de ondernemingsraad? En van de minister? Spreek je soms een rookpauze af? Bestel de gratis folder Roken en Samenwerken. Bel 06-8310. Strictly for men.
Grols presenteert The Master Movie.